measures and matches that we bring. We are for Jesus is our King. Oh yeah! Op 14, 15 en 16 maart zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen. Boeien, Ruud, boeien. Maar deze poppetjes bepalen heel wat hier in Katwijk. Dus beter ga je er maar eens in verdiepen. Wij gaan jou hierbij helpen door elke dag een ritje te maken naar de MEC. Met een lijsttrekker. Kijk en luister de komende dagen lekker mee naar deze politieke figuren. En als ze niet interessant zijn, dan klik je ze gewoon weg. Wij zijn benieuwd naar de watchtime-cijfers. Want dit is MEC-ie doen met... Bert Vlasman! Hey! Dit is Bert Vlasman. In Katwijk mega bekend om zijn spandoeken en bestikkerde auto's met blijde boodschappen. Maar vooral boodschappen dat we moeten vrezen voor wat gaat komen. Vorige verkiezingen ook van de partij, maar nooit een zetel te pakken gekregen. Zal God ze dit jaar een gezegende zetel schenken? Voordat we over Jezus gaan praten, want ik denk dat het daarover gaat. Zijn we de MEC? Kom je er wel eens? Nee. Wat wil je? Iets vegetarisch. Ik zit daar een veggie, mijn kroket. Ja, dat lijkt me wel lekker. Ja. Oh. Dat wil ik ook een keer proberen dan. Ja. Welkom bij McDonald's, zegt het maar. Doe mij maar tweemaal een veggie McCrocket. McCrocket. Ja. McCrocket. Ik wil de gewoon een normale McCrocket. En normale McCrocket. Oh. Wil je nog drinken? Anders nog iets? Nee, ik hoef geen drinken. Een flesje water, klein alsjeblieft. Oh ja, water is goed. Ja. Twee flesjes water, klein. En een Sprite. Dat was hem. Dat was hem. Mag je doorrijden? Dank u wel. Dan wil je muziek aan staan, hè? Oh ja, goed van je. Nou, ja, ik had BNR Radio aanstaan om te luisteren wat er allemaal in Rusland gebeurt, et cetera. Ja. Maar je komt ook bij de MEC? Ja, nou vroeger wel, nou niet meer. Waarom niet meer dan? Ja, man, dat is. Mocht ik dan reclame, anti-reclame gaan maken over de MEC? Ja, prima. Zij betalen niet hoor, dus. Nee, dat is wel. Ik heb gelezen dat het is constant. Dat het vlees niet helemaal oké is. Mm-hmm. Dus ja, en denk, wat moet je nog zoeken bij een Mac? Weet je wel, dat... Ja, een McCrocketje vind ik wel lekker. Een McCrocketje? Zo'n veggie ding, weet je wel. Dat, ja. Dus je komt er nog wel eens, dat nee. Je weet dat het een McCrocket is? Nee, en als ik ga, dan ga ik ook nog liever naar die andere gaan. Hoe heet die? Je hebt die... Burger King. Ja, de Burger King. Ja, die is ook lekkerder, vind ik. Ja, die is ietsje lekkerder, ja. Yo, al die lijsttrekkers, die vreten me helemaal leeg, joh. Eten bedoel je? Oh, eten, sorry. Sorry. Ja, beesten die vreten, mensen die eten. Maar dat is wel de bedoeling dat mensen eten, laat ik het zo maar noemen. Bert, Jezus leeft. Ja. Jullie zitten niet in de politiek momenteel. Ja, jullie zitten in de politiek, maar jullie hebben geen raadzetel. Nee, dat klopt. Ook landelijk nog niet. Dat doe ik landelijk ook altijd mee. Al 8 jaar of zo. Ja. Maar nog steeds geen zetel bemachtigd. Nou, vertel, waar staan jullie voor en wat willen jullie? Nou, wij staan voor dat de naam van Jezus verkondigd wordt ook in de politiek. En dat er geregeerd wordt, het land, maar zeker ook Katwijk. Om te beginnen, we staan ook Jezus leeft Katwijk. Dat er geregeerd wordt vanuit een Bijbelse optie. Vanuit de Bijbel is ons fundament. Mm-hmm. En als er besluiten worden genomen die niet met de Bijbel overeenkomen, dan willen we niet dat het doorgaat. Oké, okay. En meteen wel wat diep in. Wat voor soort besluiten hebben we dan over? Nou, bijvoorbeeld even kort door de bocht, een moskee. Ja. Ja, zij worden. Er zijn een groep moslims die willen een moskee gaan bouwen in Katwijk. Hey. Dank je. Nou, daar zijn we super op tegen. Ja, en waarom? Wel, wow, allemaal voor mij. Ja, allemaal. Ja. Dankjewel. Ja, jij moet het gaan verdelen. Nou, weet je. Wacht even, dit is de Sprite. Okay. Oh, wacht, je moet doorrijden. Het gaat helemaal mis. Zo. Weet je, de moslims zijn hele lieve mensen. Ja. En God houdt van alle mensen en wij ook. Ja. Proberen we althans. Mm-hmm. Alleen, de God die ze aan bidden, dat is niet de God van de Bijbel. Weet je wel, en wij geloven dat Jezus leeft staat ervoor. Dat Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Maar één waarheid is Jezus. Ja. Maar ze bidden wel tot dezelfde God. Ja, dat denk jij. Ja, dat zeg je. Of dat, nee, dat, ja, Allah is een andere maangod. Weet je, mijn God heeft de maan gemaakt. Ja. Maar hun bidden tot een maangod. Oké. Okay. Het is niet dezelfde God, want ze erkennen niet dat Jezus de zoon van God is. Dus ja, het is of misschien dan is het misschien wel dezelfde God, alleen geloven ze niet helemaal. Ja, geloven ze niet in zijn zoon. Ja, maar Jezus is ook God. Oh. Dus als je zegt dat het dezelfde God, maar ze geloven in Jezus, ja dan voor mij is het de andere God. Oké. Okay. Het is niet dezelfde God. Maar dat is een klein voorbeeld van dat je zegt van joh, bijvoorbeeld een, zeg maar dat er een seksclub moet komen in Katwijk. Ja. Nou, daar ben ik compleet op tegen. Weet je, want het is niet. Waarom? Want er zijn toch mannen die een beetje een ei kwijt moeten als ze geen vrouw hebben. Ja, dat is het juist. De Bijbel leert ons dat we moeten trouwen met elkaar. Ja, het huwelijk. Ja. Huwelijk staat hoog in het vaandel. Ja.
gelukkig ook nog een beetje in de wereld. En maar zeker in de Bijbel, weet je, het huwelijk is heilig. Ja. En de Bijbel zegt heel duidelijk, in, als je brand van begeert, dan moet je gaan trouwen. Oh, watertje hier, Bert. Ja. Dan moet je gaan trouwen. Ja, weet je, dat is... En nog iets anders, bijvoorbeeld wat Katwijk doet met een regenboogvlag uithangen, dat ze homo-reclame maken. Nou, weet je wat? Daar gaan we zo over hebben. Gaan we eens even lekker even een kikje pakken. Dan mogen wij. Jij hebt een veggie, ik heb een veggie en zij heeft een normale. Kom maar voor jou. Ja. Kijk. Even dat onderweg op of gaan we... Nee, je gaat lekker onderweg eten. Ja, gewoon zo. Jij ook? Ja, ik ook. Gewoon eten en rijden? En drinken ook nog? Zo. Ik doe alles tegelijk. En je let ook op de weg, hè? Ja, ik let ook op de weg. Wees maar kwam. Ja. Ik heb het al. Nee, oh ja, voor de mensen, waar is Pauline of waar is Job? Job heeft corona, dus we hebben... Sydney! Een prachtige invalster. Nee. Okay. Ja, die je bijna nooit ziet. Die je nooit ziet, altijd achter de camera. Okay, vader, dank u wel voor een lekkere McCrocket. Dat hij goed van smaak heeft en dat het de zegen mag zijn voor het lichaam. In Jezus' naam. Precies, amen. 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 Mm. Ik ben niet de enige die bidt voor zijn eten. Nee, dat nam ik ook gelukkig niet. Nee. Jacco Knaap deed het ook. Oh, mooi. Ja, ik mag die man wel. Ja. Ja? Nou, jullie staan een beetje voor hetzelfde. Ja, tot een bepaalde hoogte. En dat is misschien de brug meteen. Nee, maar eerst lekker een hapje. Wat bedoel je, een brug? Mm-hmm. Dat is mijn brug. Mm. Mm. Oh, heb, wat is jouw brug? Ja. Nou, we staan nu ook op een brug. Nou, we staan nu ook op een brug, maar ik heb ook een brug. Dat over de regenboogvlag. Ik heb de heer Knapen, dat is natuurlijk wel van de SGP. Ja, heel... ja, reformatorisch, et cetera. En dan verwacht je natuurlijk dat hij ook daar iets van vindt. Ja. Maar eigenlijk zeggen zij van, ja, weet je, we moeten voor iedereen zijn, alle acceptaties en iedereen accepteren. Op zich, dat zij daar niet mee eens zijn, dat klopt. Maar ik merk bij jou dat je daar veel heftiger in bent. Ja, heftiger. Wat ik bij de SGP merk, wat ik heb gesproken, Jacco, mm-hmm. Hij zegt, het is niet de bedoeling dat we één groep eruit gaan lichten. Weet je, dat vond ik wel leuk dat hij dat zo zei. Mm-hmm. Weet je, zowel politica, hoe noem je dat? Politica, ja. Die kunnen het veel heel mooi verwoorden. Daar moet ik nog in groeien. Mm-hmm. Weet je, ze gebruiken echt de juiste tonatie en de juiste woorden om iets uit te leggen. Dat, ik ben er iets moeilijker in, denk. Ja, nou, hoe wil jij het uitleggen dan? Doe het maar gewoon in je eigen woorden. Nou, weet je, homofilie mm-hmm. is een zonde. Het is net zo'nzelfde zonde als dat je gaat scheiden. Als jij bijvoorbeeld kijkt naar Sydney achterin. Ja. Dan denk ik, nou, dan zou ik maar mee naar bed willen. Een lekker ding. Nou, ik zal je vertellen. Dan begin je dezelfde zonde als dat je met een man naar bed gaat. Nou, dat is het zo. Ja, ja, nou, dus het is heel breed. Het zondepakket is heel breed. Weet je, en ja, zonde moeten we gewoon niet tolereren. Weet je, de Bijbel zegt van, de vrezen des Heren is de zonde te haten. Okay. Niet die mens te haten. Weet je, want ik ben ook een mens. Maar ga je die zonde zijt, werpen de eerste steen. Ja, maar ja, dus wat hebben wij jullie als politicus erover te zeggen? Of jij als Bert Plasman? Wij gaan uit van Jezus leed. Mm-hmm. Van de Bijbel, wat Jezus zegt. Weet je, en de Bijbel zegt wel duidelijk van, dat we de zonde moeten wel aan het licht brengen. Ja. Weet je, we moeten niet zomaar alles bedekken met de liefde. Bedek alles maar onder de liefde en het is goed. Nee, dat vind Jezus leed niet. Want de Bijbel zegt wel duidelijk, zonde moet weg. Uit het land. Waarom? Als je zonde toelaat in je land, komt er een dikke vette vloek op. En ik geloof dat we zelfs als onder die dikke vette vloek al zitten hier in Nederland. Hmm. Ja. Ja, weet je? Ik denk dat we heel veel plekken zegen missen. Maar weet je wat het probleem alleen is? Bert, sorry, ik wilde Jan zeggen. Ik weet niet waarom Jan. Dat is dat het christendom gaat om liefde. Dan gaat over wat would Jesus doen, hoe zal Jezus geleefd hebben, hoe zal Jezus het doen allemaal. Ja. En je bent een hele aardig sympathieke vent, als ik het zo hoor. Alleen kijk, ik zelf kijk inderdaad niet naar Sydney, maar ik kijk wel naar jongens. Ik ben wel homo. Okay. Dus dan voelt het voor mij zo alsof je niet echt handelt uit liefde, maar juist al heel erg aan het veroordelen bent. Nou, jij hoe zie jij dat? Jij voel je dan veroordeeld. Sorry? Jij voel je dan veroordeeld. Ik voel veroordeeld door jou, want we weten het allemaal niet exact hoe Jezus gehandeld zou hebben. Maar Jezus was best wel heel duidelijk. Hij heeft nooit over homoseksualiteit gepraat. Oké, dat is wel een mooi dat je dat zegt. Maar er staat wel zat in. De Bijbel zegt zelfs in Romeinen 1, ja, omdat de mens God verlaten heeft,
heb je ze overgeleverd aan hun eigen lusten. Daarvoor doen mannen, zelfs een man en vrouw, maar vrouwen. Dat klopt. Dus het is een gevolg eigenlijk van godverlatenheid, dat we daardoor in dat mensen deze geaardheid krijgen. Ja. Maar het is niet als een geaardheid hoor, dat zie ik het totaal niet. Want je wordt, ik denk niet dat je zo geboren wordt. Nee, maar kijk, ik accepteer en respecteer natuurlijk jouw kijk hierop. Dus ik kan er heel boos om worden en ik weet ook dat heel veel mensen die dit kijken misschien denken, hoe kan je zo rustig blijven? Ik word er niet zo snel boos om. Hoe voel jij je daarover zit, niet? Ja, ik vind het wel een beetje raar om dat nu nog te horen. Ik ben het niet gewend. Nee, ja, ik ben niet gewend. Kijk, we wonen in Katwijk, dus ik weet wel echt wel een beetje hoe mensen, sommige mensen denken. Maar ja, ik ben persoonlijk van mening dat dat niet waar is. Maar en dat kan wel in een boek dan zijn, maar ja, ik ben niet christelijk. Sorry. Mm-hmm. Maar ik vind dat een geaardheid, dat is gewoon zoals je bent. En iedereen moet zijn zoals je bent. Want zo ziet volgens mij, ik denk dat alleen maar Jezus dat heel graag had gewild. Of God. Of hoe wat gewild dat wij liefde hebben? Dat iedereen gewoon geliefd is zoals hij bent. Zoals je bent. En ik snap niet waarom dat dan niet mag. Of maar je bent nog steeds geliefd hoor. Ja. Alle mensen zijn geliefd door God. Ja. Daarom kwam Jezus. Jezus stierf voor de zonde van alle mensen. Maar dat moeten we wel aanvaarden. Weet je, het gaat niet om die mens. Maar we doen allemaal zonde, hè? Ja. Ik ga er ook niet vrij uit. Nee, dat mag ik hopen. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ja, ik hoop het wel. Nee, ja, ik hoop het voor je, maar. Maar zelfs als we een rare gedachte hebben. Die rare gedachte is hetzelfde als dat je homofilie in praktijk brengt. Oké. Okay. Nou, dat is dus ik gooi het eigenlijk op één hoop allemaal. Al die zondes gooi ik op één hoop. Ja, ik gooi die mensen nu op één hoop. Want mijn vraag was juist, ik ken jou natuurlijk ook van dat je met evangelisten door het dorp loopt met t-shirts erop. En dan heb je het iedere keer over vrees God en over zondes. En dan heb je een hele lijst aan zondes wat fout is. Waarom is dat voor jou de manier om mensen met geloof in aanraking te laten komen? Nou, waarom is dat jouw boodschap? En in plaats van God heeft je lief en dat cetera. Dat zou je vast ook wel zeggen, maar mensen herinneren jou wel, of ik sowieso, van een hele lijst aan zonden waarmee je op een t-shirt loopt. Oké. Okay. Nou, ik weet niet of ik dat ooit gedaan heb, maar als jij dat zegt, dan zal het wel. Dan ga ik er tegenin. Ja. Weet je, als een mens gaat beseffen dat hij zonde is, ja, dan heb je Jezus nodig. Anders niet. Als jij denkt, als ik denk als mens, nou ik doe het wel goed en niks mis mee en een beetje tolerant en dat ken, weet je, en ik heb toch een goed leven en ik zorg een beetje voor mensen hier en daar, dan die mensen heb God niet nodig. Nou ja, ik denk als je een beetje geldproblemen hebt. Dan heb je ook God nodig. Nee, ja, kijk, voor sommige mensen hebben altijd God nodig. Misschien hebben mensen altijd God nodig, maar ik bedoel, ik kan ook andere redenen bedenken dan zonde. Bijvoorbeeld, je zit in de problemen met financieel of whatever. Dat je dus geen uitweg meer weet, dat je dan naar God toe gaat. Nou, het mooie is, als jij erkent bij jezelf dat je zonde doet en dat je een zonder bent. En je gaat naar Jezus en je beleidt je zonde. Ja? En je accepteert Jezus dat hij voor jouw zonde is gestorven aan het kruis. De Bijbel zegt, dan word je opnieuw geboren. Ah. Mag je opnieuw beginnen. Ja. Dus, kort vertaald in Grieks staat er gewoon, je mag opnieuw beginnen. En dat is met mij gebeurd 16 jaar terug. Ik mocht opnieuw beginnen. En denk, ja, ik wil nou gaan leven zoals God het zegt. Ja, want je was wel een. Jij was geen lievertje, hè? Ja, ik was berucht. Je was berucht. Nu ben ik bekend, maar toen was ik berucht. Berucht en bekend. Nou, berucht, als het goed is het berucht hoor. Ja. Ik word nu als herinnerd aan mijn verleden. Ik heb zelfs in Blackjacks gezeten. Dat was een of andere behoorlijke jeugdbende, was dat hier in Katwijk. Ik ben ook een van de oprichters geweest van Scum. Ja. Het is wel een goed ding, ja. Maar ja. Oké, mooi bruggetje. Want kijk, we kunnen heel lang in discussie blijven over homoseksualiteit en dat soort dingen. En het is wel duidelijk. Wij gaan daar niet meteen. Wij zullen nooit op één lijn daarover komen. Maar je hebt over Scum. Jongerenwerk. Ja. Wat vind je van het jongerenwerk in Katwijk? Jongeren zijn een aparte doelgroep, hè? Mm-hmm. Echt heel bijzonder. Ik ben zelf ook jong geweest, dus ik weet wat het is als je jong bent. Je schopt tegen alles aan. Je bent behoorlijk rebels. Mm-hmm. En je weet het allemaal beter en er is niemand die het jou kan vertellen. Maar ik denk ook, jongeren hebben ook Jezus nodig. Weet je, als ik naar mezelf kijk, man, had ik vroeger Jezus aangenomen in mijn jeugd,
dat we een hoop ellende bespaard gebleven. Echt heel veel ellende bespaard gebleven. Weet je, want als we gaan leven met God, God wijst de weg hoe we moeten. En hoe zie je dan jongerenwerk voor je? Je hebt over Scum. Scum krijgt een subsidie van de gemeente, Welzijnskwartier, de Zintechniek zoals wij. En er zijn nog veel meer organisaties, katholiek.nl, die werken niet uit een christelijk oogpunt. Moet dat blijven bestaan voor jullie? Zie je dat voor je? Ik denk, Jezus leven vindt dat is gewoon nutteloos. Oh. Ja, het is gewoon nutteloos. Het brengt niks voort. Okay. Het brengt gewoon niks voort. Het brengt geen eeuwig leven voort. Het brengt gewoon voort dat ze een dagbesteding hebben of zo. Dat ze wat te doen hebben. Weet je wel. Maar het brengt geen vrucht voort van eeuwigheid. Helemaal niks. Nee, maar eeuwigheid. Maar het bouwt wel voor sommigen bij ons dan in de zin dat bouwt het wel een toekomst voor jongeren op. Dat is toch ook een soort. Dat is niet eeuwigheid. Dat is geen. Maar ze zijn ook jong. Hè? Die mensen, die jongeren, ja. Die moeten ook zichzelf nog ontwikkelen. Ja, ze moeten zichzelf ontplooien. Ik snap maar het. Dat is op zich best wel een goede plek dan. Kijk, dan heb ik het nu over de Zintuiggebied. Kijk, er zijn. Ja. Bij Scum heb ik een beetje andere meningen. Maar. Nou, ook daar worden kinderen, jongeren geholpen. Wel ander soort jongeren worden geholpen om daar toch iets te maken. Of, kijk, het is wel zo. Met de beste manier om jongeren te helpen om over Jezus te vertellen. Ja. Dat zijn nodig. Maar kijk, wij leven in deze maatschappij en wij moeten ook allemaal werk zien te vinden. En al heel veel werk heeft niet zoveel zeer te maken met Jezus. Dus ben je dan niet van mening dat, hoe moet ik dit zeggen? Kijk, als we het alleen maar over eeuwig leven hebben over Jezus, dan ontwikkelt een kind niet tot een fotograaf of zo. Oké, zo bedoel je. Ja. Ja. Nou, ik denk best wel dat God heeft ieder mens talenten gegeven, van zijn geboorte af. Mm-hmm. Weet je wel, jij hebt misschien talent gehad om te filmen. Ja. Toch? Om producties te maken. Zit niet nog veel groter talent om te filmen. Ja, maar om producties te maken. Weet je, en het is goed dat je dat benut. Ja. Maar, er komt net een begrafenisstoet aan, ik ga even stilstaan. Maar het is goed dat je dat benut. Weet je, jouw talent voor het koninkrijk van God. Ja. En niet voor wereldse dingen, want het. Ja, nou, ik zeg het weer, het heeft geen eeuwigheidswaarde. Nee. Weet je, de bedoeling, we staan toch wel voor God. Er komt een dag dat je komt te sterven. En ja, nou ja, we zien hier nu een. Ja, er komt even een begrafenisstoet. Een begrafenisstoet, maar ik zie geen stoet. Deze, nee. Alleen een auto, ja. Is deze persoon helemaal alleen? Ja, dat kan. Oh, wat erg. Ja. Er is gewoon helemaal geen stoet. Niets. Weet je, maar het is wel een hele Sorry. Diepe vraag. Want, ja. En ook voor jongeren is dat de vraag van wat gebeurt er als je sterft? Want in mijn jeugd heb ik vrienden meegemaakt. Ja, die overleden gewoon, hè? Ja. Gingen met z'n allen boven een bus zitten, even gek doen. Ja. En die bus rijden en die persoon valt die bus af en die jongen die overlijdt. Ja. Weet je, 18 jaar. Ja. Dus ja. Dat heb jij meegemaakt? Ja, dat heb ik meegemaakt. Dus het is wel een. Wat denk je wat er met hem gebeurt? Dat hij overleden is? Ja, daar ga ik niet over. Ik ben geen rechter. Nee, maar waar gaat hij heen? Dat weet ik niet. Oh, God is de rechter. Weet je, als iemand op zijn laatste, in zijn laatste adem toch Jezus roept. Of Heer, help! God, help! Ja, ben je want dat betekent Jezus eigenlijk. Jezus betekent gewoon God, help. Weet je, als je dat roept. En de Bijbel zegt van, als je de naam van Jezus aanroept, ben je gered. Dus. Ik ben christelijk opgevoed. Ik heb op christelijke basisschool gezeten. Ja. Ik ken heel veel liedjes. Ik ben niet zo christelijk als Jeffrey opgevoed, maar. En ik geloof eigenlijk ook niet. Ik geloof het wel, maar ik doe er niks mee. Oké, je gelooft het wel, ja. Maar ik ben er nooit mee bezig. Nee. Maar als ik nou kom te overlijden. En dus puur daardoor, doordat gewoon ik niet in Jezus geloof, ga ik niet naar een goede plek. Wat denk je zelf? Wat geloof je zelf? Want als ik gewoon goed ben geweest. Ja, wat geloof je zelf? Nou, als ik niks misdaan heb, dan zou het. Waarom, wat heeft Jezus daarmee te maken? Oké, heb je wel eens gelogen? Ja. Oké, dus je bent een leugenaar. Ja. Heb je al eens ooit wat gestolen? Nee. Weet je het heel zeker? Ja, ik weet het. Nooit een kou op je of zo stiekem blijven? Nee. Helemaal niks? Nee, niks. Oké, nou dan ga je behoorlijk vrij uit. Nou, je bent sowieso een leugenaar. Ja. Maar niet daar. Ben je wel eens boos op iemand geweest? Ja. Nou, dat betekent dat je een moordenaar bent, zegt de Bijbel. Als je boos bent? Ja. Nou. Dat is weer voor. Dus dat bedoel ik. Iedereen is schuldig. Iedereen is schuldig aan het overtreden van de 10 geboden. Klaar. Iedereen. Niemand gaat vrij uit. Dus dat weten we dus niet. Dus als je dat voor God staat, dan kan je zeggen, ja, maar ik heb dat goede dingen gedaan. God is niet een of andere yin en yang figuur of zo. Nee. Weet je, het goede tegenover het slechte. Want dat geloof heb je ook, hè?
Weet je, ik kan het niet in orde maken met God aan mezelf. Maar weet je dat hoeveel mensen dan ook zeggen, als dat God moet zijn, dan is ook wel een hele vervelende God dan. Oh ja? Ja. God is een God van liefde, man. Nou, dat klinkt niet echt heel lief. Wat is er niet voor liefde dan wel? Nou, dat je al zo snel zondig bent. Ah, ja, dat is zijn norm. Hij is heilig. Ik kan er ook niks aan doen dat hij over ons gemaakt. Over heilig gesproken. Hij is de baas. Over heilig gesproken. Wij slaan nu in op jouw eerste locatie. Ik moet zit niet even filmen met de andere camera. Oh, ja. Dit is een, voor sommige mensen een heilige plek. Hm. Omdat daar je mag wel blijven zitten trouwens hoor. Omdat iemand genaamd Sufi hier verschenen is aan weet ik veel of zoiets. Ik weet niet precies wat het verhaal is. Okay. Het is een tempel. Ja. En de tempel staat in de duinen voor mensen die niet uit Katwijk komen. En jij hebt deze plek, jij hebt deze locatie uitgekozen omdat? Ja. Waarom? Ja. Nee, weet ik niet. Omdat, ik ben erin geweest, hè? Oh. Er worden de diensten gehouden. Mm-hmm. En dan liggen er 7 boeken liggen er. Ook het Nieuwe Testament, het Oude Testament en de Koran en Indische boeken. En dan hangt er een grote kaas hangt erboven, dat moet een god voorstellen, dat is de universele god. Ja. En dat is de god van al de religies. Ja. Nou, het is de grootste afgoderij die er is. Ja, want mijn god is niet dezelfde god als de god van islam. Weet je wel, dus ik ben erin geweest, zo'n dienst meegemaakt. Ja. Op een gegeven moment kregen we een zen-moment. Heb je meegedaan? Ja, dat leuke was, er kwam een zen-moment, nou mag ik. Toen ben ik tevoren gelopen, toen ben ik het evangelie uit gaan leggen. Ja, oei, en werd dat in dank afgenomen? Ze dachten dat er erbij hoorde. Oh, dat vind ik best grappig. Ja, dat was echt heel leuk om mee te maken. Maar, dat vind ik wel spannend. Wat vind je van zo'n tempel hier dan? Je hebt niet voor niets dit uitgekozen. Nee, ik heb dit uitgekozen omdat het, weet je, dit is geen zegen voor Katwijk. De Bijbel zegt, als er afgoderij is, dat brengt geen zegen voort. En geen zegen is vloek. Dus ik ben hier gekomen om de shofar te blazen. Ja. Oh, je gaat die shofar blazen. Ja. Oh, dan gaan we wel uitstappen. Ik zie daar trouwens wel een bordje gemeentelijk monument. Ja, helaas wel. Nou, dan gaan we gauw wat aan doen als we in de raad zitten. Ja? Ja. Weet je, deze plek die moet gebruikt gaan worden om Jezus te verhogen. En als dat niet gebeurt, dan ga ik bidden dat die afgebroken wordt tot de laatste steen aan toe. Ja? Er staat een Bijbeltekst uit Efeze 5. En er staat, neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis. Nou, wat hier gebeurt in deze tempel, dat zijn vruchteloze praktijken van de duisternis. Maar het zegt, neem geen deel eraan, maar ontmasker die juist. Dus breng ze aan het licht. Ja, dat doe je nu. Ja. Want wat daar in de verborgen gebeurt, is er schandelijk voor woorden. Letterlijk wat de Bijbel zegt. En waarom ga je op zo'n ding blazen? Nou, dat is een stem van God. Ja? Weet je dat in hemelse gewesten wordt gehoord? Ik weet niet of de hemelse gewesten, we leven hier op aarde, maar er zijn ook, dus in de geestelijke wereld om ons heen. En dit is eigenlijk een verbinding daar naartoe. Oké. Om even de stem van God te laten horen in de hemelse gewesten en te laten en iedereen even wakker te schudden, ook al die boze geesten wakker schudden, van dat God spreekt nu op dit moment. En dat hij zegt van, of dat gebouw daar, of Jezus wordt daar verheerlijkt, of het wordt met de grond gelijk gemaakt. In Jezus naam. En daar wil ik deze shofar. Ik hoop voor je dat het werkt. Nou, ik geloof dat wel. Oh, je gelooft het. Nou, let's go. De Bijbel spreekt over shofar, dat de stem van God daar doorheen klinkt. Okay. Dus op het moment dat ik ga blazen, dat de stem van God gehoord wordt in deze ruimte hier. En ik geloof dat hier allemaal van die rare boze geestjes hier omheen wandelen. Die vinden het prachtig dat de tempel er is. Ja. En ik spreek uit over dat ding. Of Jezus wordt verheerlijkt, of je wordt met de grond gelijk gemaakt in Jezus naam. Dus we gaan het zien, hè? Ja, als we op jou stemmen, dan word je met de grond gelijk gemaakt. Ik spreek namens God. Okay. Ja, okay. Nee, is goed, toch? We gaan door. Ja. Kom. Oké. Okay. Ja. Ben je mee? Ja, ik ga mee. Oeh. Dan had jij een tweede locatie gekozen. Dat is volgens mij een monument, toch? Ja, daar op de hoek daar. Ja. Ja, daar gaan we even naartoe. Ik had liever naar ik had eerst een andere locatie. Ja, wat was je andere locatie ook weer? Was op het Koppelduin. Ja, dat was echt te ver. Ja, dat snap ik. Ja. Maar hij heeft zo'n mooi uitzicht over Katwijk. Ja, wat had je dan willen vertellen? Wat had je, kijk, stel. Nou, daar wil ik eigenlijk de zegen over uitspreken. Je, dit, oh. Dit geeft een vloek. Ja. Maar tegenover de vloek staat de zegen.
En ik wil eigenlijk de zegen over de Katwijk uitspreken. En ik denk, nou, ken je niet bij de Koepelduin? Dan doen we het bij de monument. Dan doen we, ja, een monument bij gewoon op die punt daar, op die hoek. Oké, ja, dan gaan we dat doen. Het is heel bijzonder dat, ik weet niet of je een beetje historisch kent van Katwijk. Een beetje? Maar juist op die hoek daar, waar we gaan staan, ja? Daar was het puntje van het Romeinse Rijk, hè? Oh ja? Ja, dus echt? Ja, dat eindigde hier bij Katwijk, hier bij de watering eigenlijk. Oh, dat was hier vroeger een groot fort, dat heette de Brittenburg. Dat was echt het uiterlijkste puntje van het Romeinse Rijk. Okay. Dus we hebben een heel bijzondere locatie. En ook, ik wil ook juist bij de zegen staan. Ja? Omdat 1300 jaar geleden, ja? Kwam hier een mannetje uit Engeland met een bootje. Ja? Willibrord Bonifacius. Ja? En die kwam het evangelie brengen hier. Oh. En dat begon hier in Katwijk. Dus ik denk, waarom zijn er zoveel kerken hier in Katwijk, zoveel christenen? Ik denk dat, ja? dat een soort van erfenis is van wat 1300 jaar geleden gebeurd is. En het is ook van, we staan er ook bij het zeemonument, bij de mensen die omgekomen uit zee. En heel veel zeevarenden, ja, die beleven hun geloof heel sterk. Ik heb zelf ook een jaar gevaren en ondanks dat het best wel een ruig volk is. Hey. Er werd wel gebeden, weet je wel. Ja. Er was heel veel vrees voor God. En als jij op een bootje op zee zit, ik heb er ook gezeten op zee. Ja. En dan kijk je om je heen, dan zie je alleen maar water, water, water. Maar jij met je kleine bootje, dan krijg je wel een diep besef van wauw, er moet iemand zijn die dit allemaal gemaakt heeft. Echt een ontzag voor God ontstaat er. Ja, dus hoe zie jij het universum? Ik bedoel, als je naar NASA luistert en over de oerknal, dat soort dingen. Is dat iets wat door God gedaan zou kunnen worden? Of zeg je dat is echt puur onzin? Nee, ik geloof niet in de oerknal. Nee? Ik geloof gewoon wat de Bijbel zegt. Dat de aarde en de hemel zijn geschapen door God zelf. Dus ook niet dat het biljoenen jaren is? Nee. Hoe oud is het allemaal? Ik geloof dat het 6000 jaar oud is ongeveer. De wereld? Ja, ouder niet. Ja. Hoe kunnen ze dan dingen vinden van miljoenen jaren geleden? Ja, hoe weet jij nou dat het een miljoen jaar geleden was? Met die een of andere koolstofdatering die al lang achterhaald is. Weet je wel, ik klapper hier met mijn oren hoor. Mijn broer die zei toen van, joh, als jij de eerste bladzijde van de Bijbel die gelooft, ja? Dat staat op het scheppingsverhaal. Ja? Waarom zou je dan nog verder lezen? Dat vond ik wel een leuke beredenering. Omdat ik openbaring wel interessant vind. Ja, dus, openbaring is zeker interessant. Ja. Ik zou je vertellen, toen ik nog niet bekeerd was. Ik ben altijd wel een gelovige geweest, maar ik was niet bekeerd. En toen, ja, het gaat voor de camera dit, hè. Ja. Mensen weten het toch al. Dus ja. Vroeger gebruikte ik wiet en zo, ja? Weet je wel. En wat deed ik dan? Als ik dan stoned was. Ja. Dan ging ik die Bijbel zitten lezen. En vooral de boek openbaringen, dat raakte me dat zo. Doe ik ook. Wel, ja. Je bent toch niet met wiet op, hè? Natuurlijk wel. Oké. Ja. Nou, weet je wat er gebeurde? Op een gegeven moment, na 16 jaar geleden, kwam ik tot bekering, werd ik opnieuw geboren, dat Jezus in mijn leven kwam. En in één keer snapte ik het alles. Omdat je stoot was. Nee, omdat de Heilige Geest kwam in mijn handen. En die ging openbaren waar het nou eigenlijk om ging. En ik wauw. Dus het was wel leuk. Ik ging toen naar de kerk. En ik was 3 maanden christen of zo. En ik ging iedereen dingen uitleggen uit de Bijbel. Want ja, ik had heel veel Bijbelkennis. Ja. Alleen ik had de Heilige Geest niet. Maar ik heb respect voor je verhaal. Maar ik wil mensen dan toch wel zeggen, wil je de Bijbel begrijpen? Dan heb je de Heilige Geest nodig. Blow is een... Nee. Kom op. Dat is een jonker. De boodschap is verkeerd, man. Nee, ik snapte het juist niet. Oh. En toen ik toch geloof kwam, toen kwam de Heilige Geest in me wonen. En die openbaarde wat de Bijbel nou betekent. Okay. Dus het draait er niet om, hè? Nee, oké. En dan gaat ook niet zitten knippen en plakken. Nee. Hey, woningbouw. Ja, sorry, we moeten toch even over Ja, woningbouw. Ja, dat is wel heel belangrijk. We zitten echt op 30 minuten, we hebben nog niet over die woningbouw gehad. Ja, belangrijk. Wat moet er gebeuren volgens jou? Ik zat over nadenken vanochtend, woningbouw, jongeren. Ja? Weet je wel, ik heb in de Langeveldstraat gewoond. Ja? Ik weet niet of je dat weet, in de Langeveldstraat in de Hoorners. En daar hebben ze van die flatjes. En bovenin die flatjes hadden ze van 2 woningen, 4 woningen gemaakt. Ja? Waren kleine woningjes. Ja? Maar ik woonde daar als in mijn eentje. En ik zat toen voor 250 gulden. Mm-hmm. En was leuk wonen. Klein woningje. Dat klopt. Ja. Weet je wel, ik ben hier wel eens geweest met die huisjes. Ik wou dat ik voor 250 gulden iets kon huren. Ja, nou, dat was toen, hè. Ja, 100 euro. Misschien dat het nou 300 euro is, maar 400, weet ik niet. Maar ik denk, waarom kunnen we niet dat meer doen? Waarom zou de bouwvereniging niet veel meer van die flatjes, die eigenlijk bestemd zijn voor gezinnen, maar waar gewoon 1 of misschien 2 mensen wonen, dat ze die om gaan bouwen tot 4.
Want van twee woningen worden vier woningen gemaakt. Je hebt in één keer een dubbel aantal heb je, wat je aan kan bieden. Ja. Dus ja. Dus als je, ja, ik, weet je, voor jongeren is het heel moeilijk. Ik kan kopen, ze mag een optie meer voor jongeren. Of je moet een rijke papa hebben, maar... Zoals hier bij Avila Alagonda. Want dat is ook meteen dan de brug, want we staan hier bij het monument. Oké, okay. Je zet er gewoon niet op de stoep neer. Ja, dat kan. Ja, okay. Sorry. Okay, we bidden. Vader, we bidden dat we onzichtbaar zijn, dat we geen bekeuring krijgen. Amen. Oh, oké, okay, ja. Ik dacht je ging de zegening uitspreken. Nee, nog niet. Oh, nog niet. Oké, okay. Je hebt deze locatie uitgesproken. Ja, dat is een uiterste puntje. Ik denk heel mooi dat we als we daar staan, dan kijken we ook over Katwijk heen. Ja. Weet je, en we kunnen zien ook de zee. Ja. Wat heel veel vrucht heb gegeven aan Katwijk, waarvoor Katwijk zo welvarend is geworden. Door, door heel veel, ja, dat vis wat uit de zee kwam natuurlijk. Ja. En ik vind ook dat, ja, het is ook uit respect voor al die mensen die daar die op zee gegaan zijn, ja, die allemaal overleden zijn. Dat, ja. Weet je wel, ik denk dat er heel veel christenmannen bij zitten, ja, die wel een plek hebben nu, beter dan waar wij nu zitten hier, op dit moment. Maar waren zij niet zondig dan? Ja, maar dat denk ik wel. Dan was ik met name christenmannen. Maar als je in de Heer Jezus gelooft, dan zijn al je zonden vergeven. Oh. Ja, toch? Ik wil niet zeggen dat je dan door mag gaan met zonden. Zondigen, want dat moet je niet doen. Maar je zonden zijn wel vergeven. En de bedoeling is dat je een ander, dat je gaat bekeren. Dat je een ander leven gaat leiden. Toen die mensen verdronken of whatever, denk je dat ze dan God hebben geroepen? Nou, misschien wel. Ik ben bezoek. Jij zou het ook niet. Ik rijd drie keer langs. Nee, ja, ik ben bezig met de opname. Hier. Oké. Okay, hey. Okay. Nou, motorrijden, hè? Ja. Goed, man. Nou, gaat goed? Ja. Ja, dat is de grootste motorrijder van Nederland, van Katwijk. Ja, is dat zo? Ja. Bert Vlasman. Nee, ik ken je zeg niet. Niks. Nee, Jezus leeft, man. Kom op. Stemmen moet je op Bert Vlasman. Jezus leeft. Ja, Jezus toch? Leeft? Ja. Oké. Ja. Oké. Okay. Even over nadenken. Ja, start die motor maar. Ja. Bijbelteksten, blazen, hele evangelie. Ja, bijna geen politiek voorbij gekomen. Maar ik heb een hele mooie tekst voor Katwijk. Uit Jeremia 29 vers 11. Het gaat echt over Katwijk. De Heere God zegt, mijn plan met jullie Katwijk staat vast. Zo spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, zegt de Heer. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Wauw, dat is een prachtige belofte die God geeft over Katwijk. Mits Katwijk zich bekeert van al zijn zonden. En ik wil hier ook de shofar blazen hier, zodat de stem van God hier ook klinkt vanuit deze kant. Als een zegen, als een geweldige zegen. En we bidden ook voor Katwijk dat er heel veel woningen zullen komen waar ook jongeren kunnen wonen. Ja. Het is zo belangrijk dat jongeren ook een plek hebben. Maar ook dat heel veel plekken zullen komen, nog meer, waar God aanbeden wordt. Gebedshuizen ontstaan, jongerenkerken, noem maar op. En alles in de naam van Jezus. Nou, blazen. Ik denk serieus dat ons kan gaan werken. Halleluja, dat is een goeie. Ja. Zullen we gaan afsluiten? Ja, is goed. Met gebed, bedoel je? Ja, wat zei je? Ja, afsluiten. Ja, ja, sluit me af voor de kijkers. Doe het in de camera, ja. Zeg wat tegen ze. Zorg ook dat ze even op je gaan stemmen. Hè? Ja. Ja. Oh, ja, dat is ook dus wel belangrijk. Dat is ook wel belangrijk. Een mooie pitch. Nou, ik moet denken aan die tekst uit nummer die staat. De Heere zegen jullie en de Heer behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over jullie licht en zij jullie genadig. En de Heer verheffen zijn aangezicht over jullie. Dat betekent, Jezus komt heel dichtbij. Ja? En hij geeft jullie vrede. Daar gaat het om, dat je de vrede in je hart hebt. En dat kan alleen door de Heer Jezus. En ik wil je dank voor je aandacht en ik vond het heel leuk om te doen. Prijs God. Stem op Jezus leeft, hè? Dat Jezus gehoord wordt hier in Katwijk. Amen. Nou, ik denk dat er een betere presentator van ons programma niet... Ik ben gewoon helemaal uit. Doei! Oké. Encourage us to start the fight! Wow, lekker! This is a message that we bring! We are for Jesus is our King! Oh yeah!